Okie dokie. Daily challenge tijd. Weg. Dit scheelt al Bangladesh voor mij. Zonder dat ik voor verder eens iets gezien heb. Kan natuurlijk ook gewoon compleet iets anders zijn, daar niet van, maar. Nope. Als ik zo een weg zie ja, wat ik zeg, deze weg, dat. Ja. Met die bomen er zo langs, een beetje als een soort van tunnel over de weg heen. Ja, dat schreeuwt gewoon. Kan Changhanda. Ik probeer vooral te kijken. Ik kan hem niet precies voor krijgen, hè? Nee. Kijken of we misschien nog betere voorbeelden krijgen. Dat zou interessant zijn. Ja, wat is dat? Ook in de taal van Bangladesh staat er alles op. En dat kan ik helaas niet ontcijferen. Nog niet. Nee, sowieso niet. Ik denk dat dat. Net iets te veel gevraagd is voor mij. Ja. Lange weg. Ik denk dat we alweer langzaam naar de buitenring van de stad gaan. Stad, dorpje. Maar hier hangt weer een banner. Dus misschien. Nee, helaas. Toch, nee. Ik dacht heel even dat het er daar wel is. Maar er hangt hier wel een poort. Barina Bakar. Ja, dat is te laat sowieso. Ik had hem misschien wel bij Koelna in de buurt moeten zijn, zetten, maar. Ik weet dat vaak dat die banners vaak bij dingen horen, weet het? In de buurt van Koelen zetten. Van die cursussen en die scholen, hè? Maar goed, je zult zien de keer dat ik dat ga opvolgen, dat het dan niet meer is, hè? Dus. Ik ben slim. Ik ga dat soort dingen niet zomaar 1, 2, 3 volgen. Ja, of dom. Het is net hoe je het ziet. Is dat een bordje? Een volwaardig bord? Of is dat iets anders? Iets. Oh, wat? Oh, dat was oprecht niet wat ik eigenlijk verwachtte. Dat was echt totaal niet wat ik verwachtte. Nee. Hij gaat ook echt tering traag vooruit, moet ik zeggen. Nee, dat is niet de kant dat ik op wil.
Zou dit dan gosh darn it. Nope. Ik moet hier onderhandelen. Nope. Is dit dan Finland of gaat dit? Oké, heel duidelijk dat die mij niet naar die kant wil hebben. Waar ik waarschijnlijk meerdere aanwijzingen gaan vinden. Het probleem is. Oké, ja. Oké, ik ben blij dat ik hem daar uiteindelijk dan wel op wegzet. Ik dacht echt. Nou, ik dacht in eerste instantie even dat het. Het dingetje was, hoe heet het? Jeetje. Noorwegen. Dan was ik daar vrij snel van genezen. Dus dat was gelukkig niet een al te groot probleem. Maar het was daarna was het toch wel even zoiets van. Weet. Oké, even kijken of we dit kunnen gaan ontcijferen. Ik moet weten wat die. Ah, is dat een L? Ik denk het niet, hè, want het is een hele andere letter. Is een D. Volgens mij is het Donetsk. Oké, BCBK. Nee. Ik heb ook geen idee hoe dicht dit bij Donetsk in de buurt zal zijn, zeg maar. Ik geloof dat er. Is er trouwens ook nog een poort? Misschien met de plaatsnaam. Ja, er staat wel een plaatsnaam op. Donetsk. Huh? O, Trioba. Donetsk is naar het zuiden toe. Natuurlijk al een beetje. Dit was volgens mij een L, als ik het goed had. Het is een L inderdaad, maar het is niet Luhansk. Jongens. Nee. Oh, het is daar helemaal. Dat is ook niet de stad waar ik naar zocht eigenlijk. Maar goed, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Dit. Daar zou ik echt hele andere aanwijzingen gaan krijgen. Het zou eventueel ook nog wel Nieuw-Zeeland kunnen zijn, trouwens. Oké. Okay. De vraag is of ik ver genoeg zuidelijk zit.
Want gezien de bergen die ik zie, dan zou het zelfs nog wel ietsje verder zuidelijk kunnen zijn. Maar dan moet ik toch echt wel namen en dingen gaan krijgen die ik kan plaatsen, zeg maar. Nee, niet. Nee, niet. Nee. Hallo, Jumento. Wat ik zeg, ik weet niet of ik daar naar moet gaan zoeken of niet. Slaan we hier op. Ja dan. En dan gaan we deze kant op. Kijken of we hier een ander bordje of wat dan ook tegenkomen. Het kan eventueel ook nog wel Argentinië zijn. Maar goed, dan is het aan de andere kant van de grens, zeg maar. Dus. Wat dat betreft is het dan niet heel heftig. Ik ben benieuwd of dit niet te ver zuidelijk is, zeg maar. Volgens mij was ik er net aan het kijken, of niet? Nee, daar was ik al voorbij. Daar was ik al voorbij. Want ik was hier bezig. Dus wat dat betreft. Japan, Korea, Taiwan. Ik denk dat het Japan is. Ik denk dat het Japan is. Maar goed, Japan is rood. En op dit moment heb ik zelfs nog niet eens, ook maar enigszins, een teken gezien. Dus het kan zelfs ook nog altijd. Taiwan is inmiddels wel afgevallen. Maar dit kan ook nog Korea zijn. We hebben wel eens zo'n. Een dergelijk. Sorry. Locatie in Korea gehad. Dus wat dat betreft moeten we wel even. Nee, dat is Japan. Oké. Belangrijkste nieuw is het ja, een bord. Ik moet een bord hebben, anders dan ben ik klaar. Of ik moet echt heel veel mazzel hebben. Ja, dit kan echt een kwestie geweest zijn van nou de verkeerde kant te kiezen en dan ben je klaar. Het is een goede kant geweest, want daar hangt een bord. Hopelijk. Het is een 9. Zat 9 niet hierboven? 7.
Waar zat 9? Ik weet zeker dat ik 9 gezien heb pas geleden. Twintig Sumo. Ik kan beter kijken of ik misschien dit bordje pak. Krijg misschien dat hier een grotere stad op staat. Matsue. Matsue, die heb ik wel eens gezien. Maar waar? Waar was dat? Dat hier? Nee, dat gaat niet genoeg zijn. Dat gaat niet genoeg zijn, helaas. Ja, ik had gewoon gelijk door moeten gaan naar dat andere bord. Maar goed, dat is ook. Daar ligt route 9 wel bij in de buurt, denk ik, hè? Ja. Ik kan het zeggen, ik wist dat route 9 dat ik die pas geleden gezien heb, maar dat is in mijn spoortocht naar een andere geweest. Helaas. Maar goed, het was redelijk vandaag. Toch? Jawel. Maar goed, dat was hem voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.